La Rosse, ik denk dat vooraf veel mensen het niet hadden gezegd, maar je bent bijna verbaasd dat je hier verliest. Ja, eigenlijk wel. En zoals je zegt, ja, dat gevoel heerst ook wel. Het is meer bijna verbazing inderdaad. We verdienen het inderdaad om, vooral als je kijkt naar de eerste helft, denk ik dat we echt wel hebben laten zien dat wij hier, we waren bovenliggend denk ik de eerste helft. Dus dat was een goed gevoel. Helaas dat we dat niet heel de wedstrijd hebben kunnen volhouden, maar ik denk dat we trots kunnen zijn op wat wij hier hebben neergezet vandaag, ja. Overheerst die trots nu? Ja, ik denk het wel. Kijk, tuurlijk, het is zuur, want je weet hoe dichtbij je was. En, uiteindelijk denk ik toch wel dat je gewoon beseft dat we eigenlijk gewoon een hele goede prestatie hebben neergezet hier. En überhaupt hoe wij dit toernooi hebben beleefd. En het blijft wel zuur, maar ik denk dat trots wel overheerst, ja. Je had het over het geloof. Dat was echt vanaf minuut 1, hè? Hoe leefde dat zo bij jullie? Hoe kwam dat? Ja, ik denk dat wij... Je kan denken, we zijn de nummer 6 van de keukenkampioen-divisie, we moeten naar de landskampioen. Kan nog wel eens lastig worden. Ja, zeker. En natuurlijk, dat besef was er wel. Maar ik denk vooral dat wij het vertrouwen hadden dat een beetje de andere dag natuurlijk niemand verwacht dat wij hier gaan winnen. En op het moment dat wij wisten dat het Feyenoord werd, natuurlijk dacht je wel van ja, wat is de kans dat we Feyenoord uittreffen? Oké. Okay. Maar eigenlijk meteen knop om, ja, het is een prachtige wedstrijd en vol vertrouwen daar naartoe. En ik denk dat wij vanaf dat moment ook gewoon wisten dat, ja, we hebben niks te verliezen, weet je. Als we gewoon met lef spelen, dan, en dat is ook wat je hebt kunnen zien in de eerste helft, dan kan je echt hier nog een prestatie neerzetten. En ja, dat hebben we wel gedaan. Helaas dat we de tweede helft het niet hebben kunnen volhouden, maar al met al denk ik dat we gewoon echt trots op onszelf kunnen zijn. Je gaat met een 1-0 voorsprong de rust in. Wat zeg je dan tegen elkaar in de kleedkamer? Je blijft rustig, weet je, natuurlijk iedereen... Ga je echt rustig blijven dan? Ja, kijk, het moeilijke is, je voelt van, het komt dichterbij, je bent er bijna. Nog 45 minuten volhouden. Maar je weet ook, ja, het kan met één kans kan heel de wedstrijd weer omdraaien. Want dat is ook natuurlijk fijn. Op het moment dat ze scoren, ja, dan krijgen ze weer kracht erbij. Het publiek gaat erachter staan en dan kan het weer snel gaan. En dus daar moeten we waakzaam voor zijn. Dat is wat je tegen elkaar zegt in de rust. Maar tegelijkertijd, je voelt ook, ja, het is mogelijk. Je kan hier gewoon naar de finale gaan. Dus scherp blijven. En je gaat gewoon zo de tweede helft verder hoe je... Tenminste, je probeert de tweede helft verder te gaan, hoe je de eerste helft bent geëindigd. Maar ja, helaas, we hebben hard gewerkt, maar je merkt ook, op een gegeven moment word je moe. En dan zie je toch wel de klas van Feyenoord dat ze met één kans is genoeg om weer te scoren. Dus zonde. En je hebt de naam nog even op het scorebord gezet, hè? Ja, dat ook, ja. Dat wilde ik ook graag doen vandaag, dat is gelukt. En helaas dat we niet hebben kunnen winnen hier, maar het was een mooie dag, het was een mooie avond bedoel ik. En we hebben iets moois gedaan, ja. Ik zei net tegen je, ik had je graag willen feliciteren. Jij zei van, doe dat aan het einde van het seizoen maar. Ja, als je die eerste helft zo tegen Feyenoord neerlegt, dan kan je toch niet voorstellen dat je als ploeg niet promoveert in de keukenkampioen-divisie? Nee, zeker ja. Ja, je hebt gelijk. En kijk, tuurlijk, dit is wel natuurlijk een club die, die sfeer die je ook voelt in het stadion, je krijgt daar ook kracht van. En misschien is dat bij wedstrijden in de KKD is dat natuurlijk af en toe wat moeilijker omdat het meer uit jezelf moet komen. Dus dat kan nog eens een uitdaging zijn voor ons. Maar ik denk dat inderdaad met dit gevoel, dit moet je gewoon doortrekken naar de competitie. En ik heb vertrouwen dat we dat gaan doen. En ik hoop dat we inderdaad dit gewoon wekelijks kunnen gaan neerzetten. Want ik denk wel dat we hebben bewezen dat als we dit tegen Feyenoord kunnen inderdaad, dan kan het nog heel mooi worden dit seizoen. Ja, je zegt het moet uit onszelf komen. En ja, volgens mij heb je vandaag laten zien dat het erin zit. Dus je moet wel. Inderdaad, ja zeker. We hebben denk ik echt we hebben de lat hoger gezet voor onszelf. En dat is ook de enige wat we moeten nastreven. En ik heb er vertrouwen in, dat gaan we doen. Dat is ons enige doel nog. We hadden twee prijzen die we wilden winnen. Deze helaas niet meer. Maar promotie, volle bak, 100% ervoor gaan. Niet 13, maar nog 12 finales. Precies, ja, zo zit het. Succes man. Thanks. Reis terug. Dankjewel.